als dat lukt, staan de zaken ineens heel anders voor. Wat doet Nieveld? Nou ja. Het is vooral... Ja, het gebeurt links. Het is vooral de kreet en het overdreven vallen van Balkenstein. Dat is een man van circa 90 kilo. Die krijg je niet zo makkelijk zo door de lucht. Het lijkt een beetje een film dit. In een film kunnen vaak dingen die in het echt niet lukken. Nieveld neemt de tijd voor zijn tocht naar de tunnel bij Venlo. VVV ligt hij bijna in Duitsland. Ja, Laju, houden we hem bedankt, zeggen wij tegen Nieveld. Dan gaat Eindhoven verder met 10 man en mag VVV een corner nemen. Leon de Kogel er net in. Schiet hem er ook geweldig in. En zo is het 1-1. En zo hebben die... looprondjes op Curaçao, Leon de Kogel, toch nog geholpen. Wij vernemen uit betrouwbare bron dat Leon de Kogel in zijn vakantie op Curaçao een paar weken geleden elke dag heeft hard gelopen met een hartslagmeter op. Dat is opvallend, want niemand op Curaçao loopt hard. Hij was de enige. Met een hartslagmeter dus, die niet gestolen werd. Ook opvallend. Hier is Toko niet fit genoeg voor een hele wedstrijd. Want aangeslagen. Eindhoven met een man minder. Hunten